de binnenkant, 1103, dat is Milan Loner, die heeft een goede start, 146, rechts van Litouw zit aan de buitenkant, maar die kan daardoor heel veel snelheid meenemen in de buitenbocht. Hij heeft nog, misschien nog niet gerekend met Mees Maurits, die daar de tweede positie voor is opbij. En dan gaan we weer opletten eigenlijk, wie gaat daar zich dan rond die vierde plaats. Dat lijkt erop dat dat is Hans van den Boom met nummer 1120. En dat kan natuurlijk ook van alles gebeuren. Milan Lommer gaat zich in ieder geval over naar hun plaats van deze finale. Heeft wel 15 fietslengtes voorsprong. Mees Maurits mag ook geen probleem zijn. Nummer 46, rechts van Lieshout, verwacht ik ook niet. En ja.